Tiny houses. Ze worden steeds populairder. Honderden woningzoekenden in Dordrecht willen er ook eentje. Er is zeker behoefte aan. We hebben dan ons bestand. Hebben we, ik meen nu 250 geïnteresseerden die zich ingeschreven hebben bij Tiny House Drechtsteden. En we hebben nu ook een petitie gehouden. Nou, we hebben 178 stemmen op petities.nl binnengekregen. En nou, die gaan we vandaag aanbieden. Dat zijn gewoon mensen die zijn geïnteresseerd in tiny houses. Die steunen ons plan. En velen daarvan willen gewoon zelf ook hier graag in Dordrecht in een tiny house wonen. Er zijn nu nog maar weinig tiny houses. Zoals de tijdelijke huisjes aan de Noordendijk. Ja, fantastisch. Ja, nou, kijk de omgeving. Het is groen. Het is ruimtelijk. We hebben twee kinderen en een hond. En die kunnen hier vrij spelen. Moestuintjes maken. We lopen zo het park in. Dus het is eigenlijk heel erg prettig. En in principe september volgend jaar moeten we hier weg. En dan gaan we eruit dat we een nieuw plekje hebben. En dat we dan ook echt ons eigen huis ontworpen en gebouwd hebben. Al in 2016 besloot de Dordtse gemeenteraad dat er meer tiny houses moeten komen. Maar er komt niets van terecht. Terwijl het toch echt mogelijk is, zegt tiny houses Drechtstede. We denken van wel, omdat uiteraard de gemeente zelf, die heeft geen locaties. Dat hebben wij te vaak van ze gehoord. Nou, we hebben gelukkig echt particuliere eigenaren gevonden die hun locatie beschikbaar stellen. En voor een van de locaties hebben we een plan opgesteld. En dat plan is nu aangeboden aan de Dordtse gemeenteraad. Ik ben heel erg tevreden met het huis waar ik nu in woon. En dat zou ik niet willen omschrijven als een tiny house. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen dit wel een heel leuk en een belangrijk concept vinden. Dus laat de politiek zich daarover buigen. Dan komt het vast een stukje verder. De hoop die ik heb is dat de nieuwe woonvorm, want het is gewoon een nieuwe woonvorm die moet landen, zeg maar. Dat die dus binnen de gemeente Dordrecht ook de ruimte krijgt om ontwikkelingen te maken die dit soort woonvormen bij zich hebben.